Houten, centraal gelegen in Nederland en op nog geen drie kwartier afstand van Schiphol. De stad is in de afgelopen drie decennia enorm gegroeid en telt inmiddels al bijna 50.000 inwoners. Houten staat onder andere bekend om de perfect aangelegde fietsroutes, maar beschikt ook over een evenwichtig aanbod van scholen, kinderdagverblijven, veel groen, een historisch dorp en een mooie stadskern. Dit zorgt voor een aantrekkelijke leefomgeving voor zowel jong als oud. Bovendien trekt deze gemeente al jarenlang ondernemers aan door het gunstige economische klimaat en de vele mogelijkheden voor ondernemersinitiatieven. Houten doet het erg goed op lijstjes. En een van de meest opvallende is daar toch wel het onderzoek van Elsevier naar de meest sterke economische gemeente van Nederland, waarbij Houten op de derde plaats staat. Opvallend daar is dat we vooral waar het gaat om de groeiaspecten van dat onderzoek zelfs op de eerste plaats staan. Houten is ook de fietsstad van Nederland. In 2008 hebben we ook die titel gekregen. En dat komt door onze stedenbouwkundige opzet, die helemaal opgezet is rond fietspaden. Wat ook zorgt voor een heel prettig woonklimaat bij ons. Het is gelegen aan de snelwegen, midden in de regio Utrecht, wat de draaischijf van Nederland is. We hebben veel aandacht besteed aan hoe de bedrijfspanden eruit zien. Wat ook echt zorgt dat onze bedrijventerreinen echt een hoogwaardige uitstraling hebben. De stedenbouwkundige structuur van Houten is bekend in heel Nederland. En dat hebben we ook doorgevoerd op onze bedrijventerreinen. Bedrijven kiezen er ook bewust voor om onderdeel te zijn van die hoogwaardige stedenbouwkundige structuur. Het zegt iets over de uitstraling van hun bedrijf. En ze willen daar zich graag mee profileren. Een belangrijke schakel hierbij is Zuidplas en Partners. Bij deze makelaar weten ze precies waar rekening mee gehouden moet worden bij bedrijfshuisvesting. Moet je denken aan, moet het een bedrijf zijn die een bedrijfshal bouwt met een stukje kantoor, dan wel een kantoorruimte op zich met parkeerterrein erbij. En van daaruit gaan we dan met de gemeente in gesprek en gaan we met economische zaken kijken of wat de beste plek is voor die partij. Dat gaat heel erg goed, vooral met economische zaken. We hebben natuurlijk met het ambtelijk apparaat daar te maken. Daar hebben we intensieve contacten mee. En ik moet eerlijk zeggen dat de gemeente Houten, in tegenstelling tot andere gemeentes, heel erg positief daarin staat om tot een oplossing te komen. Het is een vrij jonge gemeente, dus er kan veel. Gerenommeerde bedrijven kiezen de locatie Houten om zich daar te vestigen. Er zijn enkele productiebedrijven op het industrieterrein, bedrijventerrein eigenlijk de meerpaal. Maar voornamelijk in de dienstverlening en ook een aantal grote, waaronder Arval, ONVZ en Grondmij en dergelijke. En KPN sinds kort. Die doen het onder andere om de locatie, maar ook omdat het gewoon stedenbouwkundig een hele fijne gemeente is om te werken. Het is goed bereikbaar. Het is open. Het is fietsvriendelijk, ook niet onbelangrijk natuurlijk voor de medewerkers. En het is een jonge gemeente qua bewoners. Onder andere Inventum ziet de voordelen in van Houten als vestigingsplaats. Dit bedrijf, gericht op de productie van warmwatersystemen, kan hier op een efficiënte manier duurzame producten ontwikkelen. Voor Inventum is het belangrijk dat we in het midden van het land zitten. Wij willen een locatie hebben waarbij wij goed bereikbaar zijn. Dat is belangrijk A voor onze werknemers. B, wij werken veel met studenten en willen daar ook goed bereikbaar voor zijn. Daarvoor is het station hier in Houten erg belangrijk. De gemeente Houten wilde heel graag met Inventum zaken doen. Met name het duurzame aspect spreekt de gemeente enorm aan. En daarin hebben wij een hele mooie wisseling. Wij geven veel educatie. En de gemeente kan onze duurzame kennis toepassen. Gemeente Houten zet zich volop in voor maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen. En werkt daarvoor nauw samen met de Rooitransport. Nou, wij doen onder andere voor scholen, ieder jaar geven wij dode hoeklessen op de basisscholen voor groep 7 en 8. Kijk, Houten is een fietsstad. Scholieren die binnen Houten fietsen hebben eigenlijk overal voorrang. En wij willen ze eigenlijk leren als ze zometeen naar het voortgezet onderwijs gehad is ook vaak buiten Houten. Om te kijken, joh, wat kom ik buiten Houten tegen? Dan heb ik toch met wat ander verkeer te maken en hoe moet ik daarop reageren? Ook duurzaamheid staat hoog op de agenda. Zo rijdt de Rooitransport nu al met 6 voertuigen op aardgas en hebben ze een openbaar gastankstation. Zo wordt ook voor alle inwoners het duurzaam rijden steeds toegankelijker. Kijk, het is nu nog vaak het kip en tij. Ze willen wel op groen gas rijden, maar ja, waar kunnen we tanken? De locaties zijn nog wat minder. Maar ja, als ze dan ook direct in de buurt kunnen tanken, dan is de overstap wellicht
wat makkelijker om op groengas te gaan rijden. Voor een duurzame en vernieuwende economie is goede samenwerking noodzakelijk. In Houten zijn er steeds meer initiatieven waarin bedrijven samen nieuwe kansen oppakken. Zoals het economisch platform Houten, waar de IKH onderdeel van is. IKH is de bedrijvenvereniging in Houten. Bestaat bijna 30 jaar. Als je in Houten gevestigd bent, kun je lid worden van die ondernemersvereniging. Eén keer per maand komen we bij elkaar en hebben we een netwerkbijeenkomst of we gaan op bezoek bij bedrijven. Op het moment dat we bij elkaar zijn is het van erg groot belang dat je elkaar leert kennen en vervolgens vertrouwen te krijgen. En dan weet je ook wat voor diensten je collega levert. En uiteindelijk hoef je Houten niet uit om diensten van elkaar af te nemen. Dus dat is een enorm groot voordeel. Je kent elkaar, je leert elkaar vertrouwen en je gaat zaken met elkaar doen. Ondanks de economische crisis doet Houten het eigenlijk nog steeds erg goed. Onze werkgelegenheid stijgt nog licht en het aantal nieuwe bedrijven stijgt nog boven het aantal faillissementen uit. Houten beschikt over een evenwichtige woon-werkbalans. Er zijn momenteel circa 3600 ondernemers gevestigd en dat aantal blijft nog steeds groeien. Wilt u meer weten over deze ondernemende stad? Ga dan naar rtl.nl/bedrijfinbeeld.